De wetswijziging omzetbelasting 1997 zal per 1 september van dit jaar in werking treden. Belangrijk is dat de valutakoersen hierdoor niet zullen stijgen, zei financiënminister Armand Achijbersing vanmiddag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De minister stelt dat met deze ingangsdatum de gemeenschap niet abrupt wordt geconfronteerd met nieuwe maatregelen, omdat er genoeg ruimte is om zich te bedenken. Er is voorgesteld om de wet per 1 september 2021 in werking te doen treden, zodat de bevolking de gelegenheid krijgt om zich hierop voor te bereiden. Voorzitter, ik ga mee met dit voorstel. Er is ook gevraagd, gaan de koersen dalen of stijgen met deze verhoging? Voorzitter, door deze verhoging is er geen reden om de koers te doen stijgen in ieder geval. En u heeft kunnen constateren dat de koersen op een stabiel niveau zijn de afgelopen 8 weken. Achijbersing zegt verder dat het verzoek van enkele parlementariërs om de informatiestroom van de wetswijziging te vergroten door de regering ter harte zal worden genomen. Achijbersing stelt dat de regering bereid is om de omzetgrens van de overheid te verhogen van 6.000 SRD naar 24.000 SRD. Volgens de minister zal dit ervoor zorgen dat het belastingapparaat minder corruptiegevoelig zal worden. Omzetbelasting is een vorm van belasting die alle consumenten opbrengen via de prijzen van producten. Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze belasting af aan de belastingontvanger.